Hallo, ik ben Kim Jansen, kwaliteitsverpleegkundige van Avida en ik wil jullie vandaag iets vertellen over de chirurgische maskers die wij gebruiken. De meeste zien er zo uit. Wat is nou de voor- en de achterzijde? Dat kun je heel makkelijk zien door even eraan te trekken. Dan zie je automatisch een bolling ontstaan. Dit is dus de voorzijde, waardoor de binnenzijde in dit geval al voor mijn gezicht staat. Ook hier zit een ijzertje aan wat ik bovenop mijn neusbrug kan zetten. Even goed aantrek en waarna ik de elastiekjes achter mijn oren plaats. En vervolgens even het stofje rondom mijn kin plaats. En dan ben ik klaar voor gebruik. Als ik mijn mondmasker af wil doen, kan ik dat op de volgende manier doen. Ik haal de elastiekjes achter mijn oren en ik pak hem zo min mogelijk vast. Trek hem even strak en pak hem dan aan de binnenzijde, waarna ik hem eigenlijk dubbel kan vouwen. Dan vouw ik hem nogmaals dubbel en stop ik hem in mijn uniformjasje. In dit geval heb ik even op zak een zakformaat desinfectants. Dat is natuurlijk belangrijk dat ik even goede handhygiëne toepas. Komt er dan een moment dat ik toch mijn mondmasker weer op wil zetten, kan ik het uit mijn zak nemen. Vouw ik hem uit door aan de zijkanten vast te nemen. Ik kan dan niet voorkomen dat ik toch met mijn vingers aan de buitenzijde kom. Duw heel eventjes alvast iets naar buiten. Doe het masker weer op, zoals ik hem ook al de eerste keer heb opgedaan. En pas vervolgens handhygiëne toe.